Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben al even bij de Jumbo geweest. Ik was vergeten brood te halen gisteren. Dat heb ik gehaald. Wilco is een 12-uursdienst op de kazerne werken. Dus die komt vanavond thuis. Dus ik ben met de jongens. En het zonnetje schijnt. Dus het wordt eigenlijk alleen maar buiten zitten vandaag. Oh ja, ik wil natuurlijk nog de Primark shoplog doen. Dat ga ik denk ik buiten doen vandaag. Ik denk het wel. Het is zondag vandaag en we hebben een unicum. Want mijn vriendin uit Bonaire zit op de bank. Yes. En die zien we niet zoveel. Dus we gaan heerlijk bijkletsen. Zo, mijn vriendin is al een paar uur weg. Echt zo fijn altijd om er weer te zien. Wij zijn precies het jaar van het ongeluk. 10 jaar geleden naar Bonaire geweest. En we hebben echt 2 geweldige weken gehad. En het zit altijd in de planning om terug te gaan naar ze. Maar ja, door het ongeluk lukt het gewoon niet. Ik kan die reis niet aan. En ik zal er ook niet zoveel van hebben, want ik ben echt niet zoveel uur op een dag op. Meestal pas tussen 11 en 12 lukt het om op te staan. En tussen 4 en 6 lig ik natuurlijk alweer plat. En ik lig echt voor 8:30 op bed. Dus. Maar ja, hopelijk gaat het straks beter met de pijn en gaat dat ook weer lukken. En nu ben ik echt gesloopt, want de pijn breekt echt op. Maar ik lig lekker buiten, lekker de frisse wind. Het is niet echt warm, maar wel heel fijn. En ik lig hier een beetje op mijn iPad vlogjes te kijken. Mijn telefoon en Lazy Sunday. En toen was het eindelijk rusttijd. En dus ik heb echt dagen dat ik echt aftel naar rusttijd, naar rusttijd. Steeds naar de volgende rusttijd. En het was vandaag. En toen kwam ik erachter dat ik nog het bed moest opmaken. Dat had ik al afgehaald zitten waarin er was. Ik moest het nog opmaken. In mijn baan staat om er zo in te gaan liggen. Maar dat doe ik dus echt nooit. Dus ik ga nu maar het bed opmaken. En hier ga ik echt niet lekker op. Want ik kan niet 2 dezelfde kleur dekbed. Nee, matrashoezen vinden. Maar normaal zou ik dan uren gaan zoeken. Nu denk ik, wat maakt het ook uit? En ach, uiteindelijk zie je daar toch helemaal niks van. Ik ga lekker het bedje in. Zo. En er is toch niks lekkerder dan in een net verschoond bed stappen. Al slaap ik niet, ben ik kapot moe, ga ik toch 2 uurtjes relaxen. We zijn 3 kwartier verder, het is 4:15 en ik kan niet slapen. Dus ik lig lekker mijn nachtkastje opruimen. Vanlifers te kijken. Ik vind dat zo leuk om te zien dat ze in zo'n busje wonen en dan de wereld rondgaan. En de travel beans zijn echt heel leuk. Die kijk ik nu van helemaal vanaf het begin. Dus dat is echt jaren terug. Die doen het zo leuk. Die hebben zoveel lol ook. Dat is echt heel veel leuk om te zien. En vermakelijk. Dus dat lig ik te kijken. En ik zet geen wekker en ik zie het wel. Wilke staat even eten voor zichzelf te maken. Ik heb zo'n dag dat ik te misselijk ben om te eten van de pijn. Dus ik doe een noedelsoepje als het lukt. En dat is het. Het is ook al 7 uur. En dan is het straks bedtijd. Ik heb niet kunnen slapen. Dus ik hoop vannacht. 20:15. Ik lig al een hele tijd op bed. Maar ik was vergeten kruik te maken. En nu ging dat toch echt wel voelen. Dus ik heb kruik gemaakt. Ik kreeg trouwens laatst een comment van... Mijn therapeut zegt altijd geen warm, want daardoor zet het uit en gaat het toch weer pijn doen. Dat kan kloppen inderdaad. Bij de een werkt warmte en bij de ander werkt kou. Kou is bij mij echt het tegenovergestelde. Dus voor mij werkt warmte. Maar inderdaad, je moet het even zelf uitvogelen wat voor jou werkt als je er last van hebt. Ik ga nu lekker slapen. Wel trusten en tot morgen. Goedemorgen, het is dinsdag. Ja, dinsdag. Zoals hier maar alles loopt als het anders dan je plant. Je kan eigenlijk, als je gewoon ziek bent, niet echt plannen. Voor het weekend wilde ik het Primark shop opnemen. Ik wil die wel in het weekend wilde ik die plaats op YouTube nog steeds opnemen. Het zit er niet in. Ik wilde vandaag even wat boodschappen halen bij de Hoven. Het winkelcentrum zit er niet in. Net ontsnapte Bob uit de deur. Die is ontsnapte bij de DHL-man en die ging achter een fiets aan. Dus daar heb ik even flink op moeten rennen en terughalen. En dan is het op. Onverwachte dingen en het is klaar. Dus dan denk ik maar morgen weer een dag. Inderdaad, niks gedaan, niks te filmen. In mijn bikini buiten gezeten. Die is vervelend vandaag. Nou ja, vervelend. Die wil gewoon heel de dag aandacht. Het is net een kind. Mijn vriendin was hier, uit Bonaire natuurlijk. En die is ook altijd met honden. Heeft altijd honden. En
die zei ook wel van, deze pup is geen normale pup qua energie. Het zou bijna een ADHD-hondje zijn, maar die bestaan geloof ik niet, hè? Je kan kenmerken ervan hebben, maar er bestaan geen ADHD-hondjes. Maar oh, het is 3:15, ik ben kapot van met hem spelen. Ik ga je even neerzetten, dat je niet mijn bikini inkijkt. Ja, het is heel erg vermoeiend, kan ik je zeggen. Mensen vergissen zich denk ik sowieso in, als ze een pup nemen. En ik wist dit. Ik heb me hier niet in vergist. Maar ik weet wel dat ik geen pup meer zou nemen. Wij zijn altijd tweedehands honden gewend. Uit asiels of uit scheidingen. Die komen rechtstreeks naar ons. Muisblaas, natuurlijk van vrienden. Die bleef bij ons, wat hij bij ons heel goed had. En ik ben de draad kwijt. Ik weet het weer. Over het nemen van honden. Ik denk dat mensen sowieso niet helemaal doorhebben dat een hond gewoon net een kind is. Waar je rekening mee moet houden. En dat zie je nu ook. Dat toen wij voor Bob bezig waren. Omdat Max was natuurlijk heel, was ineens alleen. Die werd heel zielig. Toen moest hij een hondje bij. En toen waren de asiels natuurlijk helemaal leeg. En je ziet dat al die honden van die tijd nu weer allemaal in de asiel zitten. En dat bedoel ik. Maar mensen hebben er gewoon niet goed over nagedacht. Maar ja. Dat is niet waar deze vlog over gaat. Maar wel wat in mijn hoofd bezighoudt. En dat wilde ik zeggen. Dat wij hebben ons niet vergist. Maar ik weet wel dat mijn lijf nu dit niet aan kan. Dus ik vind een pup helemaal geweldig. En zeker deze pup. Dit is gewoon een hele speciale pup voor ons. Maar mijn lijf kan dit niet aan. Ik ben blij als die straks gecastreerd wordt. En het wat rustiger wordt. Dus dat was wat ik wilde zeggen. En nu gaat de rust ook weer terugkeren, want Max ligt al in de bench te slapen. Bob ligt er buiten te slapen en ik ga even boven slapen. Ik mag van mezelf dus alleen dingen kopen als ik ook dingen weg doe. En ik heb natuurlijk van de week 3 zakken weggedaan naar de kledingbank. Dus ik mag kopen. Kijk, hoe gaaf is dit pak? Dat is toch te leuk. Lekker vrolijk kleurtje voor de zomer. Katoen. Tipje. Hij is van de Joann's Store. Ik zal het wel even onder in de beschrijving zetten. Ik krijg altijd vragen. En hij was €22. Nou, geen geld toch? En ik ben uitgeput van het lopen. Ik ga even deze bende opruimen. En dan het bedje in. Het is woensdag. En we hebben een lekker nachtje op zitten qua zieke honden. Dus ik heb vanmorgen lekker uit kunnen slapen. Wilco is thuis gekomen. Dus we zitten heerlijk buiten. Die is, staat klaar met zijn balletje. Die heeft met water gespeeld. Die ligt lekker. En het is genieten in de tuin. Mijn boek is bijna uit. En kijk wie er verstopt achter de kussens ligt. Ben verstopt. Je gaat bij je baasje. Ja, hè? Baas is muziek aan het luisteren. Ik heb het boek uit. Echt goed. En het past echt exact bij wat ik uitdraag. Maak van elke dag je lievelingsdag. Dus ik ga hem inderdaad verloten. En wat je daarvoor moet doen is geabonneerd zijn op dit kanaal. En even laten weten wat je meedoet. Dat is het. En dan kies ik over een weekje wie hem krijgt. En ik denk dat je er best wel veel wat aan hebt. Wat van kan leren. Zo. En inmiddels is het bijna 4:00. Dus ik vertrek naar boven. En voor die is het ook 4:00. Hé? Ga je slapen. Ja, ga je slapen. Moet ik de baas aaien van jou. Laat lekker, jochie. En de baas kijkt. Wil rennen. Yay. Ik ben wel even benieuwd naar jullie. Wie heeft dat ook? Dat het beste gevoel van de dag is het moment dat je bed instapt. Met je rusttijd of de avond. Ik leef echt van rusttijd naar rusttijd. Niet alleen omdat ik gewoon heel graag in mijn bed wil liggen. Maar omdat ik dan merk dat mijn lijf het beste rust. Dus daarom ga ik 2 uurtjes plat. En daarna er weer uit. Wij hebben spontaan besloten om uit eten te gaan. En er zit een nieuwe Griek in Delft. Van een zoon van een Griek die al in Delft heeft gezeten. Waar ik ook bij in de klas heb gezeten. Dus we zijn even benieuwd. En die gaan we even uitproberen op de markt. Ik
zeg net tegen Wilco, kansloos vlog, want ik vergeet gewoon constant te vloggen. Totaal niet gevlogd wat we gegeten hebben. Grieks. Ja, Grieks. Dat was in ieder geval lekker. En een leuke plek ook. Dat was wel aanrader. Ja. Dus we wandelen weer terug naar de auto. Naar huis en naar bed. Ja. Huh? Morgen mag je weer werken. En thuis zijn we gelijk door met de jongens uitlaten. En Wilco zei nog, misschien moet je even uitleggen waarom ik op af werkt. En op af betekent, wie dat ook niet weet, 24 uur werken, 24 uur vrij, 24 uur werken, 24 uur vrij. En nou, dat een periode achter elkaar. En dat is vooral nu in de zomer. Hè? Ja. Om de zomervakantie, zodat iedereen gewoon wel met zijn gezin zeg maar, op vakantie kan. Werk je zeg maar dubbel zo hard. En dan komt er na weer een periode dat een ander weer dat gaat doen. Dus voor nu zitten wij even in die periode. Ja. Goed uitgelegd? Ja, ongeveer. Wil je nog wat toevoegen? Nee hoor. Oké, nou, dan was het toch goed uitgelegd. Wel trusten en tot morgen. Goedemorgen, het is donderdagochtend. En ik ga vandaag voor het eerst sinds tijden weer met mijn ouders op pad. Ik kom over 10 minuutjes, dus ik ga eventjes snel ontbijten. Vestje pakken en dan gezellig op pad en bijkletsen. Ik had er ook niet zo doen. En ik ben eindelijk weer een keer met mijn moedertje op stap. Hallo. En wij hebben lekker samen nostalgisch ons ijsje. En ze gaan weer naar huis. En die staat al op mij te wachten. Blij hondjes. En dit moest ik van opa geven. Ja. Kijk eens mooi. En hij valt om. Jij een broodje en een kusje. Goed zo, alsjeblieft. Jij een pootje en een kusje. Kijk, ze is genieten. Die zoekt altijd de bench op, omdat daar zijn oude mand in zit, namelijk. En die ligt lekker hier. Vorige week was met mijn vriendin natuurlijk hier. Uit Bonaire. En die was zo aan het lachen. En daar houdt Bob zo van, dat hij op haar sprong. En dat er flesje cola over de hele bank ging. Gelukkig hebben we IKEA hoezen en kunnen we die wassen. Dus die heb ik gewassen en die moet er alleen even op. Alleen vind ik het best wel zwaar, dus dat doe ik even als Wilco weer thuis is. Dat is morgen. En nu ga ik lekker eten en uitrusten. Maar het was echt super gezellig. Ik heb zulke lieve ouders. Echt. Dat gun ik iedereen. Zo'n lompe koe met gooien. Dan zeker links is natuurlijk al helemaal niks. En rechts is na die operatie ook niks. Dus ja, we moesten er altijd maar om lachen. Ik vond bij de kastopruimen nog een zaadgranaat, heet het geloof ik. Seed bomb. Love bomb. Maar die zit dus helemaal gevuld met bloemenzaadjes. En die ga ik even in de tuin poten. Waarom ik dat niet gedaan heb, ik heb geen idee. Maar ja, die ga ik even in de tuin doen. En zo zijn mijn dagen thuis eigenlijk altijd met van die kleine rommeldingen gevuld. En als je dag toch weer voorbij. Hier staat er een te wachten met zijn bal. Daar ben ik ook veel mee bezig in de dagen. Maar ik ga eerst even de zaadbom, zaadgranaat vind ik eigenlijk wel leuk klikken. Poten en dan ga ik met het balletje gooien. Ik vind dit een prima plekje. Hierin. Nou, en dat doe ik even vanuit de keuken. Oh, er is weer iets van hand in mijn scherm. Moet ik straks even nakijken. Maar dat doe ik vanuit de keuken. Want als ik dat hier met de tuinslang doe, dan is er iemand helemaal wild aan het worden. Dus ik doe het even lekker zo. Nou, ben benieuwd. Als er wat opkomt, houd ik jullie op de hoogte. En die staat te wachten met zijn bal. En
iets over drieën. Ik heb geplakt en ik vind het mooi tijd om te gaan rusten. Deze gaat ook slapen. We hebben heel veel balletje gegooid, dus die is lekker moe. Max ligt al boven te slapen. Die gaat heel vaak dat hij zelf naar boven gaat. Dus die ligt al boven. En ik ga er ook heen. Zo, ik heb eens even de tuin gerommeld. Oh, dat was het eentje. Even hier de dode dingen uitgehaald. De vuurkoffie heb ik even gezellig hierbij gezet. En kijk hoe goed deze het doet ook met die regen. Ja, waarom staan die fietsen hier? Die fietsen zijn elektrische mountainbikes, zijn allebei kapot. Heel verhaal, maar ik heb dit even gezellig weer opgeruimd. Dat ziet er weer gezellig uit. Bob gluurt zoals gewoonlijk naar de buren. Nee, die elektrische mountainbikes zijn kapot. En wij zijn nog in gedoe. Eentje is al 2 jaar oud, dus dat is ons eigen probleem. Moeten we een fietsenmaker brengen. En eentje is na een maand kapot gegaan. En we zijn bol in discussie met de verkoper die niet meewerkt. Dus vandaar dat ze daar nog even staan. En hopelijk wordt dat snel opgelost. Er is inmiddels namelijk een nieuwe bezorgd. Ik zei tegen Wilco, bestel een nieuwe alvast. Want je wilt toch één. En nu heb je er geen één om op te fietsen. En dat komt wel goed. Als we niet het geld terugkrijgen van deze, dan laten we die ene maken. Dat heeft te maken met een trapas. En dan verkopen we die gewoon. En dan kan jij in ieder geval lekker gaan genieten. Wordt hartstikke mooi weer. En dan kan ik mountainbiken. Dus hij is aan het crossen op zijn gewoon elektrische fiets. Ik zeg, joh, bestel dat ding gewoon en ga ervan genieten. Dus vandaar, die zal die morgen wel eventjes in elkaar zetten. Dan neem ik jullie even daarin mee. Voor nu ga ik nog even lekker met een kopje thee hierachter zitten. Vlogjes kijken en uurtje en dan gaan we naar bed. Zo, ik heb mijn nachthemd aan. Ik kom nog even een wc-rol halen. En extra morfine voor boven. En dan ga ik lekker naar bed. Dus wel trust en tot morgen. Het is vrijdag. Wilco is naar de kapper geweest. Met zijn zomerkapsel. Ik vind het altijd leuk staan kort. We zijn een beetje aan het rommelen. Wilco is een nieuwe mountainbiker. Dus ik zei al tegen Wilco, alleen bij ons thuis is dat, kan dat. Dat er gewoon 3 elektrische mountainbikes in de tuin staan. Maar ja, in ieder geval 1 die het doet. Dus hij kan weer lekker fietsen. Wilco heeft straks nog een klus van zijn ZZP gebeuren. Ik moet nog boodschappen doen. En het zonnetje schijnt. Dus eigenlijk staat er gewoon lekker in de tuin samen. Kijk, de doos. Echt weer zo'n mega doos dat je niet weet wat je ermee moet. Hele mooie fiets waar hij weer mee kan genieten. En ik ga lekker hier zitten. En elke keer denk ik, ik ben steeds aan het opruimen. Dat heb ik trouwens niet gefilmd. Maar ik heb mijn badkamerkastje opgeruimd. En dan zie ik dit en denk ik, oh, dit moet ik echt al weken doen. Maar dat zijn dus van die klusjes die ik vergeet. Ik moet deze bolletjes gaan eraf, die gaan de heg in. En deze lampjes gaan hier, dat geeft net wat meer licht. En die liggen er al gewoon echt 4 weken of zo nu en ik vergeet het. En ik moet vandaag die Primark shoplog opnemen. Dus dat gaat dan eigenlijk weer voor zo. Hier komt een blije hond. Zo, die kan echt heel hoog springen. Die kan even een kusje brengen en ik ga lekker zitten. En natuurlijk zijn wij aan de wandel met de honden. Bob heeft daar geluk, want die heeft niet zijn neusband, maar zijn gewone tuig. En die is lekker balletje aan het gooien met Wilco. Dus die is helemaal blij. En deze huppelt gewoon lekker. Overal snuffelen en doen. Het is eigenlijk heel relaxed. Die kan echt gigantisch hard en ver rennen. En nu komt hij weer. En dan gaat hij zijn balletje neerleggen en wachten. Die hond is dus niet te doen. Die loopt nu dus met, ik weet niet of je het kan, nee, ik kan het nu niet zien. Maar hij loopt dus met die bal en dat werpding in zijn bek. Kijk. Heb je het buikbaar? Dat is mooi. En dan duiken we nu allebei de sloot in. Nou, die is gelijk weer schoon. Hij had net de zwarte sloot, maar hij is nu weer lekker schoon. Dat scheelt altijd. Oh jee, alles kwijt. Dat is niet de bedoeling, hè? Nou, en uiteindelijk is en de bal kwijt en het werpding kwijt. Dus heel handig. En terwijl die al uitgebreid op de bank ligt, en die daar, ga ik naar bed. Ik heb lekker even gelegen, niet geslapen. Maar dat geeft niet. Ik ga mijn iPadje pakken en wat drinken pakken en dan ga ik de vlog van morgen maken. Het is avond, ik heb de honden uitgelaten
En ik ga de vlog afsluiten. Vergeet niet dat je mee kan doen met het boek winnen. Je hoeft alleen maar geabonneerd te zijn en even hieronder in de comments laten weten dat je meedoet. Dat is genoeg. En dan hoor je vanzelf wel of ik je adres nodig heb om op te kunnen sturen. En dat was hem. Dus dank je wel voor het kijken deze week. En tot volgende week. Doei!